Wij gaan nu op vakantie. We hebben echt mega veel file gehad. Nou, dat begint al goed. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar de 25e vlogmas video. Wij gaan nu op vakantie. Vanochtend ben ik al eventjes naar school geweest. Maar gelukkig was ik al om 11:45 uit. Dus het is nu ongeveer 1 uur en we gaan nu naar Oostenrijk. We zijn nu bij een tankstation, want we moesten even tanken. En ik heb vanaf huis tot en met hier gereden, ongeveer 1,5 uur. Dus net iets over de grens, ongeveer bij Hunxe. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat is de plaats waar we nu in de buurt zitten. Zometeen gaat mijn vader weer rijden. En ik ga denk ik eventjes lekker een serie of iets kijken, want dat heb ik gedownload op de tablet. File gehad en we zijn nu eventjes bij een restaurant. Gaan we even wat eten. Ik weet niet precies wat ze er hebben, maar dat zien we zo wel. Lekker een bordje spaghetti. We hebben net lekker gegeten en nu gaan we weer verder in de auto. De TomTom zegt dat we er rond 1 uur, half 2, 2 uur zijn zo'n beetje. Maar ja, we weten natuurlijk niet of dat we nog file onderweg krijgen. We zijn nu weer bij het volgende tankstation en hier hebben we eventjes lekker koffie gehaald. We gaan zo meteen weer verder rijden. De TomTom geeft nu aan dat we er rond 2:15 zijn. We hebben nog wel wat in de files gestaan, maar we hebben ook stukken weer wat door kunnen rijden. Dus hopelijk blijft het rond die tijd en wordt het niet veel later. Het is nu 12:30 en we zijn aangekomen in Oostenrijk bij de bestemming. Hierachter is ons appartement en we gaan nu even alle spullen in de auto uitladen. Ik schakel jullie nu eventjes door naar Roos. Zij is degene die Dance verzorgt. En ik had het idee dat het wel leuk is als ik elke dag haar stukje laat filmen van Dance. Zodat dat ook in de video's komt en dan heb ik toch nog een soort paardgerelateerd iets erin. En dan kunnen jullie ook zien wat ze met Dance doet en hoe het met hem gaat. Toevallig was er ook iemand die dat op Instagram had gereageerd, dus dat is wel heel erg grappig. Maar ja, nu zien jullie dus eventjes een stukje van Roos en Dance. Nou, ik ben dus Rosanne. Ik ga Dance de komende week doen. Afgelopen keer heb ik hem ook gedaan toen Romy niet kon. En nu gaan ze lekker skiën en ik blijf hier op stal. Ik werk hier en af en toe woon ik hier als de baas op vakantie zijn. En nu gaan we even bij Dance kijken. Nou, dat begint al goed. Hij is moe. Dancy! Hey! Wakker worden? Nee? Nee. Nee, nee, hij is moe. Dance! Hi! Hallo. Hallo. Kijk eens even naar de camera. Goed zo. Ja. Goed zo. Nou, Dance. Zijn stal heb ik al gemest. Hij heeft vanmorgen al naar de molen gelopen. En nu... Ja? Nee?
Nee. Oh, nou, misschien toch wel vandaag. Oké, nou, top. Nou, we lopen nu naar de longeerbak. Ik heb vandaag een beetje druk. Dus we gaan eventjes longeeren. En dan kan die vast nog wel even los. Hebben we er zin in, Dance? Nee? Oké, je draait weer weg. Nou, oké, dan niet. Nou, Dennis, je kon helaas niet meer los. Er waren alweer mensen aan het draaien in de bak en de paddock was bezet. Dus misschien kan hij straks los. En anders gaat hij morgen even rollen en rennen. Ik heb eventjes gelongeerd. Ik wilde alleen maar dat hij ontspannen werd. Want in het begin is hij altijd een beetje fris en ze waren aan het voetballen. En dat vindt hij altijd heel leuk. Maar uiteindelijk ging het best goed. En liep hij lekker met zijn neusje over de grond. En was hij verder heel braaf. En nu zit hij lekker op stal weer te eten. En ik ga me klaarmaken voor kerstavond. Ja, ja, wij vieren kerstavond eerder. Tot morgen. Ik heb de spullen in de lift gezet, zodat we het in één keer weer naar boven kunnen nemen. Als Romy op vakantie gaat, neemt ze heel veel spullen mee. We hadden dus heel leuk alle spullen neergezet. Maar net was dat de opening. En nu is hier de opening. En nu staat hier alles. Niet gemaakt voor grote mensen. Ik zal even kort het uitzicht vanaf het balkonnetje filmen. Heel veel sneeuw. Morgen zien jullie het nog wel bij daglicht. We zijn nu in de kamer en morgen zal ik wel eventjes een roomtour geven hoe het er allemaal uitziet. Maar het is nu al bijna 1 uur, dus ik ga zo meteen lekker mijn tanden poetsen en dan gaan we zo meteen slapen. De vlog is denk ik niet heel erg interessant aangezien we bijna de hele dag alleen maar in de auto hebben gezeten. Maar aankomende week komen er hele leuke video's aan, want we gaan heel veel leuke dingen doen hier in Oostenrijk. Dus hopelijk tot morgen weer. Doei!